Ja, lachen. We zijn bij Droesing. We gaan hier op bezoek. Gaan kinderen blij maken. Tuurlijk, tuurlijk. Daar gaan we. Vanaf welke leeftijd droomde je om voetballer te worden? Ja, eigenlijk was ik al heel jong. Ik was 6 toen ging ik bij Ajax spelen. Ik moet zeggen dat ik op school vond ik echt helemaal niks aan. Ik was ook niet zo heel goed op school. Dus ja, ik denk vanaf 5, 6 jaar dat ik wel dacht van nou, dan gaan we er maar voor, toch? Als je een superheld kon zijn, welke zou je dan zijn? Spider-Man denk ik. Kan je vliegen, kan je overal komen, dus... Hoe ben je bij FC Twente terechtgekomen? Ja, dat is, is een lang verhaal, ik zal het kort houden. Mijn contract liep af bij Go Ahead Eagles. Toen kwam Twente. Ja, dus... Het vuur werd jullie aan de schenen gelegd. Wat was de pittigste vraag die er tussen zat? De overgang naar Twente was toch wel een pittige vraag. Ik heb niet alles verteld, maar dat was een pittige vraag voor mij, ja. Ik wilde al zeggen, jij moet de politiek in, want dan ging je heel diplomatisch te werk. Ja, ik was zelf ook niet ontevreden, dus... Wie van jullie heeft er geen tattoo? Ja, hun twee hebben geen tattoo. Ja. Ik probeer Jawel wel een beetje over te halen dat hij er ook eentje gaat zetten, maar er zijn nog een beetje twijfels bij de heer Drommel. Gaan jullie wel eens uit, slash stappen? Je was jarig zaterdag, dus ja, dan gaan we wel eventjes op stap, ja. Ja, zeker. Jullie gaan op stap, misschien kunnen we die vlogcamera ook het weekend nog meegeven? Ja, dat zou kunnen, maar doe maar niet, doe maar niet. Wij willen heel graag voetbaltrucjes leren, kunnen jullie ons dat leren? Hoe is dat om de spelers hier te ontvangen vandaag? Ontzettend leuk, omdat ik weet van hoe zenuwachtig de kinderen ervoor zijn. En wat het voor de kinderen ook, wat het hun geeft. We willen heel graag nog een keer een clinic met de spelers. Om echt samen te sporten als school zijnde. En toch via sport de mogelijkheden van onze kinderen te benadrukken. Wat voor effect heeft dat op kinderen? Nou, juist dat sport zo belangrijk is en dat ook zij kunnen sporten. Dat zij, je zag het net wel, met 3 keer die bal hoog houden. Van dat ze ook die trucjes willen leren. En dat ze ook trucjes willen leren om te kunnen winnen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wat voor opleiding hebben jullie gedaan? Ik zeg het eerlijk, ik heb nooit wat veel aan school gedaan. Maar het niveau wat ik heb gedaan, praktijkonderwijs. Ik ook. Ja? Dikke man. Hoe was dat om hier te zijn vanmiddag? Ja, heel leuk. Ik bedoel, om die kinderen met een glimlach hier te zien, dat is het mooiste natuurlijk. Wij zijn mogen blij zijn dat we met ons lichaam van alles kunnen doen. Ja, kinderen op die leeftijd die al met zulke dingen te maken hebben, ja, dat is gewoon heftig om te zien. En ja, ik vind het alleen maar mooi dat er zo'n revalidatiecentrum is voor kinderen. Ja. Twente is absoluut niet met lege handen gekomen, want volgens mij hebben jullie van alles gekregen. Kunt u dat eens vertellen? We hebben badjassen gekregen in alle maten, alle soorten. Pyjama's en kussens en dus nou ook de ballen. Dus alle kinderen zijn echt met veel cadeautjes ook weer naar huis gegaan. En als je dus een echte badjas aan mag, die ook een speler aan mag, dat is natuurlijk weer extra leuk. Jeff, wat vond je ervan? Ja, mooi om te zien hoe zie je met mensen met een beperking of iets met hun spieren mee omgaan. Ja, wel heftig moet ik ook zeggen, maar mooi om te zien. En Joe, is jou nog wat opgevallen? Ja, de mensen hier, ik moet zeggen, zijn allemaal heel vrolijk. Ik ben blij dat ik hier met jullie hier zijn geweest. En nu hebben we een lekker weekend. En we zijn lekker vrij. Mooie middag gehad. Tot de volgende keer. Ajus. Doei.